Het is al lange tijd de wens van Boertsik om vanuit de moslimgemeenschap een ander geluid te laten horen. Niet gelijk in de verdediging te schieten als gemeenschap, maar het debat aangaan. Zijn krant is sinds vanmiddag, de start van het nieuwe jaar voor de moslims, online gegaan. Onze bedoeling is dat we dus echt een mentaliteitsverandering willen gaan teweegbrengen in Nederland. Zowel bij de moslims als niet-moslims. Ook kritisch naar de eigen gemeenschap. Want neem nou de jongeren die zich aansluiten bij extremistische islamitische bewegingen in het Midden-Oosten. Daar zijn wij bang voor. Ik zou niet eraan moeten denken dat iemand mijn dochter ze gaat herspoelen en ze ineens weggaat. Of mijn zoon. En de moslims moeten ook begrijpen, zeker de Marokkaanse gemeenschap ook, die moeten begrijpen. Zij moeten nu echt stelling nemen. Naast nieuws uit binnen- en buitenland verzorgt ook correspondenten vormen columns en commentaren het hart van de krant. Marianne van den Anker was wethouder in Rotterdam voor nota bene Leefbaar Rotterdam. En nu dus columnist voor de Moslimkrant. Een van de missies die ik heb om binnen de moslimgemeenschap er ook te kunnen bijdragen dat er ruimte komt voor die verschillen die er zijn binnen de moslimgemeenschap. Maar het tweede wat natuurlijk ook echt moet gebeuren, wil je samenleven met elkaar op Nederlandse schaal, maar ook op Rotterdamse schaal, dan moet je iets van een gemeenschap vormen met elkaar. En dat lukt alleen maar als we meer gezamenlijke waarden en normen gaan krijgen dan verschillen. De krant heeft een raad van toezicht waar veel stromingen in zijn vertegenwoordigd. We hebben nu een dominee, daar zijn we mee bezig, die gaat ook daar zitten nemen. We zijn bezig met een Joodse mevrouw uit Amsterdam, die gaat ook zitten nemen. Voorlopig is de moslimkrant.nl nog afhankelijk van geldschieters. We hopen zo snel mogelijk met advertentiegelden rond te kunnen komen.